kijken. Zo is hij als het goed is beter. We gaan nu verder de haven in. Dat hebben we net met de Spokes Council besproken. Daar zijn mensen van ieder affinity groepje die afspraken maken over wat ze gaan doen. Daar zie je ook al. Blijven daar boven als het goed is. We hebben nog geen weerstand gehad van iemand, behalve dat een soort van waterslang met rioolwater die op ons gespoten werd, maar dat was echt een super ongevaarlijk klein dingetje. Ik heb eigenlijk het idee dat wij net zo erg onze gang kunnen gaan als de fossiele industrie. Waarschijnlijk worden we wel harder aangepakt en vertrekken we niet met een bonus als we weggehaald worden hier, wat natuurlijk wel voor de fossiele industrie topmanager mensen geldt. Maar tot nu toe gaat het allemaal heel erg makkelijk. Er zit daar een banner. Je ziet hier heel veel vieze shit. Je ziet mensen die in een groepje proberen te vinden. Kijk, heel vies, je zakt helemaal weg als je hier loopt. Heb jij de andere ook? Oh, Jana? Ja. Jana? Ik ben eigenlijk verbaasd over hoe ontzettend veel shit. We weten waar jij staat. Kijk even die andere. Kijk. Het is echt enorm. Ik had wel eens foto's gezien. Ik had ook wel eens op Google Maps gekeken van hoe groot is die haven eigenlijk. Maar hier sta je omringd door kolen. Er is ons verteld van ga niet op die kolen lopen. Als ik het zo zie denk ik, oh ja, dat snap ik wel. Het idee is als je daar op zou klimmen, dan word je waarschijnlijk bedolven onder een hele shit aan kolen. En martelaarschap is leuk, maar misschien niet zo goed voor de zaak en niet zo goed voor jezelf. En op zich zijn er al genoeg martelaars. Ik bedoel, er worden hele eilanden weggespoeld aan de andere kant van de wereld door klimaatverandering. Dus dat maakt eigenlijk ook van mix. Misschien some coal and some misschien water. Doe je dit, zeggen sommige mensen van, oh ja, kom je dan in opstand of in verzet, zodat toekomstige generaties het niet nog kutter hebben dan jij. Wat, kijk, hier hebben we iemand in een rolstoel die meedoet, want waarom niet, leuk toch, rolstoel. Iedereen kan protesteren en hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Wil je nog wat zeggen? Het is natuurlijk best wel fijn als je gewoon in je rolstoel mee kan doen aan een protest in de haven. Maar dat is zeker fijn, dat was ik net aan het uitleggen, omdat het niet alleen nodig is voor toekomstige generaties, maar omdat er op dit moment generaties niet in Europa, niet in het Westen, misschien ook wel in het Westen binnenkort, hele generaties worden weggespoeld. En dat komt omdat dat gebeurt ook als we ons wel aan de klimaatakkoorden houden. Dan zijn er al eilanden aan de andere kant van de oceaan die het niet redden. Als de zeespiegel te ver stijgt, wat gebeurt door klimaatverandering, dan houdt het gewoon in dat er al honderden, duizenden, miljoenen mensen displaced raken. Daarom is het idee van een volgende generatie waar je dingen voor doet, een beetje, ja, hoe heet dat? Koloniaal, westers, een beetje een kut idee. Omdat er, ja, op dit moment gaan er mensen dood omdat wij te weinig doen. Nu maakt dit natuurlijk ook niet heel veel uit, een dag lang dit stilzetten. Maar de hoop is 1. Dat we heel veel media bereiken. 2. Dat we inspireren en dat mensen vaker dit doen. Dat we een groeiende beweging zijn, dat er steeds meer mensen bij komen. Maar ook 3. Dat de autoriteiten, kijk, hier kun je limbo dansen. Leuk, kijk, Limbo Party. We zien wie er nog meer doorheen wil. Maar ook 3, dat de autoriteiten weten dat als zij niet hun verantwoordelijkheid nemen om klimaatverandering te stoppen, dat andere mensen dat dan wel voor ze doen. Dus dat, nou ja, nu zijn we met 300. Volgende keer zijn we misschien met 500 mensen om iets te doen en om die fuckers verantwoordelijk te houden. Want het is natuurlijk gewoon een kwestie van winst maken. Zolang fossiele industrie een winstgevende industrie is, zolang ze een extreme lobby hebben die lobbyt, ja, eigenlijk voor destructie van mensenlevens ergens anders en hier, ten koste van winst, dan duurzame overgang my ass, iedereen gaat dood ergens.
En dat is best wel zonde. Wat ik ook... Kijk, hier zie je nog extreem veel meer... shit. Ik ben echt verbaasd over hoe super groot het hier is. En daar zie je de rolst... Ah, gadver, kijk. Echt niet te lopen hier. Maar ik ben... Ja, ik ben eigenlijk best wel verbaasd over hoe enorm het is. En dat dit onderdeel is van Amsterdam. En dat dit dus ook... moet de gemeente hier niet iets aan doen of zo? Zou dat kunnen als we een groene stad willen worden? Het zou me wel vet lijken. als we overheid, gemeente hun verantwoordelijkheid nemen. En misschien hiermee stoppen of zo. Dat is echt veel groter dan ik dacht. En tot nu toe, behalve dus die vieze hoeveelheid rioolwater die op ons gespoten werd, is er eigenlijk niemand geweest die ons echt heeft tegengehouden. We hebben even gepraat met een paar havenmedewerkers. Maar we hebben uitgelegd dat we natuurlijk voor de-escalatie zijn. Dat we niet iets hebben tegen havenmedewerkers. Dat we het liefst overal en aan het einde de-escalerend optreden. Ook dat we de risico's kennen van waar we mee bezig zijn. Daar lopen we dan. En wat ik dus aan het vertellen was, wat ik mooi vind aan deze actie, is dat er heel erg vaak is klimaatverandering iets wat... Klimaatdestructie moet ik eigenlijk zeggen. Verandering klinkt een beetje... Dat is een beetje een obscure term. Het is gewoon het letterlijk kapot maken van de wereld ten behoeve van winst. Dus dat kun je wel gewoon destructie noemen. Of klimaatbeleid, want het zijn natuurlijk gewoon keuzes die gemaakt worden. Maar wat ik het probleem vind aan dit klimaatbeleid of aan die klimaatdestructie, is dat het zo groot lijkt dat je niet weet wat je kunt doen of waar je moet beginnen. En wat ik dan heel vaak hoor van andere mensen die het ook heel vervelend vinden, is dat ze zeggen van ja, misschien kan ik in mijn eigen leven aanpassingen maken, zodat ik in ieder geval niet bijdraag aan klimaatverandering. En dan, terwijl er dus dit soort havens zijn, dit soort extreme kolenoverslag, zie je al deze shit. Het is echt extreem hoeveel hier ligt. En dat ze dan, terwijl mensen, gewoon bedrijven, fucking veel winst maken met deze shit, gaan zij dan korter douchen, vegetarisch eten, fair trade winkelen, dat soort dingen doen. Wat natuurlijk super goed is. Ik zou dat ook nu opgeroepen om het gat te sluiten in de rij, zodat we bij elkaar blijven. Dat is belangrijk voor de veiligheid en gezondheid, hoop ik. Maar dat er allemaal dingen opgeroepen worden die je zelf in je leven kan doen. Terwijl, we hoeven ons niet zelf schuldig te voelen over dat we te weinig doen in ons eigen leven. Deze, wauw, kijk! Daar staan ook al mensen. Je kan het misschien niet goed zien, maar dat blauwe ding daar, daar staan nu ook super veel mensen al van ons. We zien een volgend ding. Blijf er even lopen. Luister maar, ik ben echt verbaasd over hoe super groot het hier is. En hoe super smerig. Oh wow, je kunt ze horen. Kun je ze horen? Oh kijk, daar. Op dat stuk staan ook al mensen van ons. Dus het gaat echt als een motherfucker. Verspreiden we ons over het terrein. Hier is weer een hele vieze plas. Een soort van cool water shit. We zijn nu bijna bij het water. Even kijken. Ik ben mijn groepje niet kwijt. Blijf braaf in de buurt van mijn groepje. Ik vind het wel zo gezellig. We zijn bijna bij het water. Maar in ieder geval, waarom zou je in godsnaam jezelf schuldig voelen als er blijkbaar bedrijven zijn die winst maken, zoals Oil Tanking, de Oba Terminal, Vitol. Deze hele haven eigenlijk, die hier super veel winst op maakt. Dat zijn de mensen die zich schuldig moeten voelen. En eigenlijk, als individu hoef je echt niet zoveel... als er dit allemaal gebeurt, dan kun je beter deze mensen vertellen dat ze in godsnaam moeten stoppen. Er komt een watersproeier aan. Dus voornamelijk de jongen in een rolstoel wordt nat gespoten.
sympathiek. Maar we blijven samen als een groep. Weet je, ik snap niet dat ze eigenlijk de hele tijd water op ons gooien. Ik vind het een beetje random. Ah, daar is mijn groepje. Gezellig. Groepje. Leuk. Ik weet niet, ik vind het echt super merkwaardig. Volgens mij zijn die havenmedewerkers gewoon verteld. Deescaleer. Blijf vriendelijk. Geen rare dingen doen. Deze mensen bedoelen het goed. Laat het over aan de politie. Nu heb ik geen politie gezien. En dat lijkt me ook wel terecht. Want het lijkt mij super raar als de politie ons wel heel hard aanpakt. En niet de mensen die daadwerkelijk vervuilen aanpakt. We zijn hier natuurlijk 2 jaar na die historische klimaatzaak van Urgenda. Een klimaatzaak waar besloten is, of waar vastgesteld is, dat Nederland te weinig doet. Dat Nederland zich niet houdt aan de klimaatafspraken. En die klimaatafspraken alleen al zijn natuurlijk al te weinig om iets te kunnen bereiken. En ja, als we de wereld als we van een beetje levend willen houden, dan zijn die klimaatafspraken in Parijs en de dingen in Kopenhagen zijn al tekortschietend. Maar als je als Nederlandse overheid dan ook nog het niet eens voor elkaar krijgt om je daar aan te houden, deze enorme shit om zo te houden, ja, dat is echt een kut. We hebben nu een muziek. Ja, behalve mijn camera misschien verpesten, dat is wel belangrijk, dat snap ik ook wel. Ik bedoel, weet je, als dit mijn baan was, ja, dan zou ik dit eigenlijk niet doen. Weet je, als dit mijn baan was, dan zou ik gewoon denken, oké, vandaag heb ik vrij. Ik laat deze, niet veel mensen gewoon doen. Even kijken. Oké, ik stop er. Yo.